Hallo en welkom bij weer een nieuwe video over het zeeaquarium. Leuk dat je er weer bij bent. Vandaag gaat het over phytoplankton. Wat is het? Wat kun je ermee? En hoe kun je het zelf kweken? Wat is phytoplankton dan? Nou, plankton is eigenlijk een verzamelnaam voor heel veel kleine diertjes die onder water leven. En er zijn twee hoofdgroepen plankton, namelijk phytoplankton en zooplankton. En het verschil is dat phytoplankton is fotosynthetisch, dus die halen hun energie uit het licht. En daarom is phytoplankton ook, net als heel veel planten, groen van kleur. En je hebt dan nog zooplankton, die zijn niet fotosynthetisch, maar die voeden zich met phytoplankton. Dus daarmee vormt plankton eigenlijk de basis van de gehele voedselketen onder water. Helemaal onderaan heb je dan phytoplankton die hun energie uit het licht halen. En dat is dan weer voedsel voor zooplankton. En zooplankton is op zijn beurt weer voedsel voor heel veel andere dieren onder water. Zoals vissen, koralen en zelfs walvissen. Bijvoorbeeld de blauwe vinvis, het grootste dier op aarde. Die voedt zich met een bepaald type zooplankton, namelijk kril. En waarom zou je nou plankton aan je aquarium willen toevoegen? Nou, er kunnen verschillende redenen voor zijn. De eerste is wanneer je vissen wil gaan kweken. Want als vissen net geboren zijn, dan zijn het larven. En larven die eten nog geen gewoon voedsel, maar die eten hele kleine zooplankton. En aangezien je best wel grote hoeveelheden zooplankton nodig hebt om die larven te voeden, is het handig om dit zelf te kweken. De tweede reden is wanneer je een vis hebt met een heel specifiek dieet van zooplankton. Een voorbeeld daarvan is de mandarijn pitvis, die zich uitsluitend voedt met koperpoden. En als jouw mandarijn pitvis geen diepvries koperpoden accepteert, dan is het handig om zelf koperpoden te kweken. En de derde reden, en dat is ook de reden waarom ik phytoplankton aan mijn aquarium toevoeg, en wat ik al vertelde, phytoplankton vormt de basis van de gehele voedselketen onder water. Maar in ons aquarium hebben we eigenlijk maar heel weinig plankton. En dat komt omdat we relatief veel vissen en koralen hebben per liter water die al die plankton eten. En daarnaast hebben we vaak ook nog mechanische filtratie, zoals een skimmer of een powerfilter, die ook nog eens heel veel plankton uit het water filtert. En dus hebben we eigenlijk maar heel weinig plankton in ons aquarium. En dat is eigenlijk best wel jammer, want ja, die plankton dat is een natuurlijke voedselbron voor je vissen en koralen. Maar dat kun je dus compenseren door zelf plankton aan je aquarium toe te voegen. Want als je bijvoorbeeld je phytoplankton op peil brengt, dan gaat je zooplankton komt dan ook vanzelf op peil, omdat die zich voedt met die phytoplankton. Nou, en hoe kunnen we dan phytoplankton zelf kweken? Nou, dat is eigenlijk heel makkelijk. Je hebt er een aantal dingen voor nodig. Ten eerste heb je een kweekbak nodig. Dat kan gewoon iets heel simpels zijn, zoals deze glazen bak hier. En je hebt ook licht nodig, omdat phytoplankton fotosynthetisch is, heb je ook licht nodig. En dat kan ook eigenlijk iets heel simpels zijn. En wat ik hier bijvoorbeeld heb, is gewoon zo'n LED-strip die je bij de Action kan kopen, om de bak heen gewikkeld. En dat werkt eigenlijk hartstikke goed. En behalve licht heb je ook nog een klein beetje waterbeweging nodig. En dat kun je doen door lucht aan het bakje toe te voegen. Door die klein beetje belletjes die je daarmee veroorzaakt, blijft het water een beetje in beweging. Waardoor de phytoplankton niet op de bodem valt en zich niet kan voortplanten. En die lucht die zorgt ook nog voor dat er wat CO2 in het water komt. Wat natuurlijk voedsel is voor die phytoplankton, omdat het fotosynthetisch is. Heb je een luchtpompje voor nodig en kun je met iets simpels als een bruissteentje doen of zoiets wat ik heb gedaan, een pipet die dan gewoon zo in het bakje gaat en op die manier een klein beetje belletjes veroorzaakt. Verder heb je natuurlijk nog een startkweek van phytoplankton nodig, aangevuld met vers aangemaakt zeewater. En de verhouding daarvan is eigenlijk één deel startkweek en twee delen vers zeewater. En
Dan heb je ook nog, het laatste wat je dan nog nodig hebt is F2. Dat is eigenlijk een soort kunstmest voor je phytoplankton. En ja, de hoeveelheid die je daarvoor nodig hebt is 1 milliliter per 1 liter phytoplankton die je wil gaan kweken. Nou, en als je alles dan in de kweekbak hebt zitten en de lucht aan hebt gezet en je licht, ja, dan is het gewoon, wachten. 3 tot 5 dagen duurt het meestal. En dan zie je dat de kleur van lichtgroen naar donkergroen is veranderd. En dat is het moment waarop je phytoplankton kan gaan oogsten. Nou, kun je twee dingen doen. Je kunt gewoon alles oogsten, wat ik doe, en in flessen doen. Ja, want het is best wel lang houdbaar in de koelkast, wel een maand. Dus wat ik doe, ik kweek 1 keer per maand kweek ik wat phytoplankton op. En dat doseer ik dan gewoon gedurende die maanden elke keer een beetje in het aquarium. Wat je ook kan doen is 2/3 oogsten dus en 1/3 dus achterlaten. En dan vul je het weer aan met 2/3 vers zeewater en die nieuwe F2. En dan kun je weer een nieuwe kweek beginnen. Ja, eigenlijk dat is het. Dus ja, eigenlijk heel makkelijk. Ja, en daarmee komt deze video weer ten einde. Ik hoop dat je er iets van geleerd hebt. En mocht je het nou interessant hebben gevonden, dan kun je altijd abonneren op dit kanaal. Tot de volgende keer!